Leuk dat je weer kijkt naar Museumkaart Ontdekt. Ik neem je mee naar een van de ruim 450 musea waar jij met je museumkaart naartoe kunt. En vandaag is dat De Pont in Tilburg, hier rechts van mij. En hun pronkstuk staat gewoon gratis voor iedereen continu te bezichtigen recht tegenover me. Sky Mirror for Hendrik van Anish Kapoor. Dit werk was een cadeau voor het 25-jarig jubileum van De Pont. Vandaar ook die rare titel, Voor Hendrik erachter. Voor Hendrik Driessen is dat, de oud-directeur van De Pont. En dat cadeau is gemaakt door Anish Kapoor, toch een van de grootste nog levende Britse kunstenaars. En wat maakt een Kapoor nou een echte Kapoor? Volgens de meesten zelf zijn dat twee elementen. Skin, die mooie, glanzende, gepolijste, roestvrije stalen huid. En de tweede is scale. Meer dan 6 meter hoog is deze Sky Mirror. En het mooie van deze luchtspiegel vind ik, hij vangt de lucht. Die zien we elke dag, daar lopen we onderdoor, daar schenken we verder geen aandacht aan. Maar door het zo in te lijsten, een tikje te kantelen en recht voor je te zetten, ga je er opnieuw naar kijken. Museum De Pont was ooit een wolspinnerij, een fabriek waar wol gesponnen werd. En dat is helemaal omgebouwd tot een tempel voor hedendaagse kunst, zou je kunnen zeggen. Zo is dat bepaald door Jan De Pont. Hij was jurist en zakenman. En zijn nalatenschap heeft eigenlijk al het geld opgeleverd voor dit gebouw en voor de kunstcollectie. En hij wilde dus hedendaagse kunstenaars. De Pont verzamelt in de diepte en niet in de breedte. Dat wil zeggen, ongeveer 80 kunstenaars zitten in de collectie. En dat zijn dus hele grote namen, zoals Ai Weiwei, Marlene Dumas, James Turrell. Allemaal hele grote hedendaagse kunstenaars. En dat specifieke verzamelbeleid zorgt ervoor dat Museum De Pont een speciale relatie met kunstenaars heeft. Anish Kapoor bijvoorbeeld wordt al sinds 1992, het begin van het museum, gevolgd. Dan heb je hier nog zo'n geweldig topstuk en dat is Vertigo, ongetwijfeld met een knipoog naar die filmklassieken van Alfred Hitchcock. Maar ook weer dat perspectief wordt gedraaid, zodat je even staat te denken, waar ben ik eigenlijk en wat is deze wereld om me heen? Kijk maar. Vertigo, a feeling of dizziness, a swimming in the head, as created by Alfred Hitchcock in the story that gives new meaning to the word suspense. De Pont heeft behalve die hele mooie open ruimtes ook nog oude wolhokken, zoals deze, met een deurtje erin en een heel beperkte ruimte. Perfecte plek voor een magisch, raar ander werk van Anish Kapoor. Als je hier je hoofd insteekt, dan gaan langzaam je ogen wennen aan het licht en doemen er dingen op. Nou, dat werkt natuurlijk niet bij een camera, die werkt niet zoals een oog, dus dat kan ik niet laten zien. Daarvoor moet je gewoon zelf naar De Pont komen. Wil je dat toch niet, wil je liever thuis blijven zitten, abonneer je dan in ieder geval op ons YouTube-kanaal. Dan neem ik je in volgende vlogs weer mee naar nieuwe musea. Heel graag, tot de volgende keer.